Paarden rijden de baan op. Start is gevallen. Hele mooie start aan de buitenkant van Regiments. En aan de relingzijde is ook Ruud Pols goed begonnen met Gerson Boko. Het zijn de eerste uitgeschakeld, twee. Nummer 6, 6 galop. Colin George, die is eruit. En Frankel Stream begon met een fout. Colin George was zelfs even op het gras, maar is weer terug op de baan. Maar wel uit de koers. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En er wordt flink gas gegeven vooraan. En de leider is nu Regiment. Regiment neemt de leiding en dat is lang geleden dat Regiment aan kop lag. De laatste keer dat hij daar lag was in de slotfase en toen won hij ook. Nu is de beginfase, Gerson Boko op plaats 2. De rest van het veld heeft daar achterpositie gekozen. Jeffrey Miras op de derde plek met Hendrix Scott. En daarachter volgt dan Willem Steur met El Salsa. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Je kunt het hele veld mooi overzien op deze manier. En omdat het tempo zo hoog is, gaat ook voorlopig even niemand naar het tweede spoor. Ook de favoriet niet, Sulaika Font, die heeft op dit moment 2 paarden achter zich. Ligt op dit moment dus op 2 na laatste positie. Uitgeschakeld, 4 galop en onregelmatig. Aan de paarden de bocht door, komen ze de rechte lijn voor de tribune in en hebben we weer een deelnemer verloren. Maar vooraan nog altijd Regiment. Regiment, Gerson Boko, dan Hendrik Scott. Daar komt aan de buitenzijde Bachelet naar voren. Uitgeschakeld, nummer 1, 1 galop. Bachelet komt naar voren en daarachteraan gaat Sulaika Font. Ze gaan met z'n tweeën nu op jacht, of althans op jacht. Ze gaan er nu voorbij, El Salsa. En zo gaan de deelnemers de laatste ronde in. Maar vooraan houdt Rotengatten flink tempo. Regiment leidt nog altijd. Regiment wil zijn voorgift uitbuiten. Paarden uit het tweede band zijn wel onderweg naar voren. En beginnen nu ook aan te sluiten bij de voorste 3 paarden. En zo gaat de deelnemers de rechte lijn overzijde weer in. Regiment nog altijd vooraan. Gerson Boko ligt 2e. Hendrik Scott gaat ietsje naar buiten. Bachelet komt eraan aan de buitenkant. Sulaika Font komt mee. En daarachter is ook Incredible Dr. Paul erbij. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En de paarden uit de tweede band komen langzaam naar voren. En gaan zo langzamerhand ook de leider bereiken. Regiment. Regiment leidt nog altijd. Maar die gaat nu de aanval gaan krijgen aan de buitenzijde. Allereerst van Bachelet. Maar helemaal aan de buitenzijde Sulaika Font. Sulaika Font gaat door het derde spoor. En zo gaan de deelnemers de laatste bocht door. En zijn ze inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Sulaika Font de nieuwe leider. Bachelet aan de buitenkant komt nog niet voorbij aan Regiment. Daarachter Gerson Boko. Die zoekt een vrij spoor. Vindt hij nu ook. En Immortality komt helemaal aan de buitenzijde. Uitgeschakeld nummer 2. 2 onregelmatig. Laatst op dit moment is Incredible Dr. Paul, maar die gaat nu helemaal naar de buitenzijde. Het is Sulaika Font die leidt. Sulaika Font, Regiment aan de binnenkant, Bachelet aan de buitenzijde. Rotengatter en Langeweg in duel om plek 2. En het is Sulaika Font die makkelijk wint. Bachelet wordt 2e. Regiment 3e. En de 4e plaats is voor Gerson Boko.